super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel hebt kunnen zien, ga ik in deze video een make-up look maken met alleen maar producten van Catrice. Het is dus deze look geworden en deze heb ik dus gemaakt met alleen maar producten van Catrice. Ik moet wel zeggen, ik heb gewoon random producten gebruikt uit mijn stash. Dus ik heb er niet op gelet of dat producten nog verkrijgbaar zijn of dat ze misschien al uit het assortiment zijn. Het zijn wel allemaal producten die in het vaste assortiment zitten of gezeten hebben. Dus het zijn geen limited producten. Maar goed, dat wilde ik er gewoon even bij vermelden. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten ik gebruikt heb om deze look te maken en hoe ik hem dus heb gemaakt, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met een primer. Ik gebruik de Prime & Fine Beautifying Primer, de roze variant. Ik vind deze altijd wel fijn. En ik breng deze altijd met een kwast aan. Want ik hou er niet zo van om met mijn vingers te werken. Ik gebruik overigens geen kwasten van Catrice. Ik gebruik alleen mijn eigen kwast. Omdat ik die gewoon wat fijner vind werken. Maar, nou ja. Op zich werkt dat prima. Ik breng geen hele dikke laag aan. Gewoon een beetje basic. Dat zit eigenlijk ook wel prima vaak. Dan ga ik door met foundation. En ik gebruik de 24 Hour Metal Stay Makeup. En ik heb deze in de kleur 005 Ivory Dash. Dat is deze primer. Foundation bedoel ik. Dat vind ik echt een hele fijne foundation. Omdat deze kleur echt heel erg goed bij mijn gezicht past. Of bij mijn huidskleur eigenlijk. Ik gebruik niet een hele dikke laag. Ik breng het gewoon een beetje basic aan. Zo te delen van mijn gezicht. Omdat je deze foundation toch niet heel goed ziet. Omdat die gewoon goed bij mijn huidskleur past. En dan is een hele dikke laag ook niet echt nodig, vind ik zelf. Concealer aanbrengen. Ik gebruik hiervoor de HD Liquid Coverage en dit is de Precision Concealer. Ik heb deze in de kleur 010 Light Beige. Dat is dus deze concealer. Deze heeft dus een heel erg dun kwastje, zoals je kan zien. En ik breng nooit heel veel aan hoor. Gewoon alleen op de plekjes waar ik het nodig vind. Maar geen hele dikke laag. Ik maak ook geen driehoek of zo onder mijn ogen, want ja, dat vind ik nooit heel erg nodig. En deze blend ik even in met dezelfde kwast waarmee ik net de foundation heb ingeblend. Want ik heb nog geen goed concealer kwastje. En ook deze kleur past weer perfect bij mijn gezicht. Dan ga ik poeder aanbrengen. Ik gebruik hiervoor de 18 Hour Matte Stay Powder. En dit is een ja, transparant poeder eigenlijk. Ik vind de binnenkant ook heel erg leuk. Hier staat ook Metal Stay op. En ja, deze ga ik even aanbrengen. Ook hier doe ik niet een hele dikke laag van. Gewoon dat mijn gezicht gepoederd is. Maar het is niet dat ik echt een hele ja, laag ervan maak. Het hoeft voor mij geen baked effect te worden. Dan ga ik bronzer uitbrengen. Ik gebruik hiervoor de Sunglow Mineral Bronzing Powder. En ik heb mee deze in de kleur 010 Golden Light. Het is een baked bronzer. Dat kun je heel goed zien. Als je hem zo houdt, zie je dat hij een beetje bol is. En deze ga ik dus aanbrengen. Ik breng het altijd echt een beetje aan op mijn ja, wangen, zeg maar. Ook als een soort contouring. Altijd wat op mijn voorhoofd. En het laatste waar ik het aanbreng is onder mijn kin. Niet super veel hoor, gewoon een klein beetje. En
dat ga ik dan altijd even goed uitblenden. Ik heb hiervoor altijd een heel fijn kwastje van de Hema. Die is echt al heel oud. Maar deze werkt echt super goed voor het blenden. En als ik hem inblend, zie je hem niet super goed meer. Hij is gewoon dan licht aanwezig. En ja, dat vind ik altijd wel mooi. Zodat je wel een beetje wat op je gezicht hebt, zeg maar. Maar niet dat je echt zo lijnige contouring hebt. Dan breng ik ook blush aan. En ik gebruik die voor de Defining Blush. En deze heb ik in de kleur 040 Tint Pink. Het is echt een mooi roze kleurtje, maar hij is niet heel erg opvallend. En dat vind ik altijd wel mooi. Ik breng deze altijd net een beetje boven de bronzer aan. Zodat het een mooie overloop heeft, zeg maar. Wel dat je het ziet, maar niet dat je denkt van, wauw, wat een heftig effect of zo. Dan ga ik ook gelijk highlighter aanbrengen. Ik gebruik hiervoor de High Glow Minimal Highlighting Powder. Of Mineraal Highlighting Powder. Ik heb deze in de kleur 010 Light Infusion. Deze is een beetje hetzelfde als de bronzer, zeg maar. Want ook deze die heeft een, ja, een bolling. En ik breng dit altijd een beetje aan boven de blush eigenlijk. Een beetje op het bovenste gedeelte van mijn gezicht. Niet heel veel. Het hoeft niet echt een heel raar effect te worden. Dat je echt een glimeffect krijgt. Een beetje op mijn neus. En een beetje op het cupidoboogje. En dan is mijn gezicht eigenlijk al helemaal klaar. Dan ga ik mijn wenkbrauwen doen. Ik heb jullie even ingezoomd zodat het beter zichtbaar is. Ik gebruik hiervoor het Catrice wenkbrauwkitje. Ik denk dat deze wel heel bekend is bij heel veel midden-YouTubers. Tenminste, heel veel mensen gebruiken deze. En ik breng dit aan met een schuin kwastje. Dus eigenlijk een eyeliner kwastje. Maar ik gebruik hem voor mijn wenkbrauwen. En ik vul ze net iets op. Het is niet dat er een heel raar effect wordt of zo. Maar gewoon heel lichtjes. Ik gebruik altijd de donkerste kleur uit dit setje. Er zitten twee kleurtjes in. En ik kies dus altijd het donkerste kleurtje. Het is dus het onderste kleurtje. Want die past gewoon het beste bij mijn wenkbrauwen. Die lichtje is gewoon net wat te licht. En dan ga ik ook nog eventjes een eyebrow filler aanbrengen. Maar ik gebruik deze gewoon om te shapen. Dus een perfecting and shaping gel. Dit is kleur 020. Er staat niet echt een kleur op, maar het is dus nummer 20. Het gaat om deze. Deze heeft dus inderdaad wel een kleurtje. Maar die zie je eigenlijk niet zo heel goed. Het gaat gewoon meer voor het shapen. En daar laat ik alles dan een beetje mee in model komen. En als ik die heb aangebracht, kan ik ze ook nog eventjes door met een spoelie. Dit is gewoon puur zodat alles, ja, goed zit. In feite zou je het ook wel een beetje kunnen doen met het borsteltje van de wenkbrauwmascara. Maar ik doe het gewoon altijd even zo. Dan ga ik eventjes een oogschaduwbasis aanbrengen. Ik gebruik hiervoor de Primify Brightening Eyeshadow Base. Dat is een witte oogschaduwbasis. En die ga ik dus aanbrengen. En ook dit ga ik even in blenden met een kwastje. Hiervoor gebruik ik een concealer kwastje eigenlijk. Maar ik vind deze niet zo heel erg fijn voor concealer, maar wel voor dit soort producten. Zoals ik al zei, ik vind het niet zo prettig om met mijn vingers te werken. Dus dat doe ik eigenlijk nooit. Ik blend hem wel eventjes helemaal door naar boven. En deze is vrij wit van kleur. Dan is het tijd voor oogschaduw. En ik gebruik hiervoor het Essential Nude Collection Eyeshadow Paletten. Deze heeft de naam 010 Renewed My Style. En dat is dit palet. En die heeft dus ook echt inderdaad light en
sculpting kleuren. Dus dit ga ik gebruiken als oogschaduw. Ik ga de light kleur, de bovenste kleur, die ga ik aanbrengen als highlighter. In mijn binnenste ooghoeken en op mijn wenkbrauwbot. Dan ga ik in de arcadeboog deze kleur aanbrengen. Deze is net wat lichter dan de hele donkere kleur die ik wil gaan gebruiken in de binnenste, in de buitenste ooghoeken. En deze breng ik gewoon aan in twee laagjes. Het ligt er gewoon net aan hoe goed die pakt, maar deze kleur die pakt vrij goed. En omdat ik nu ook een oogschaduwbasis heb aangebracht, zie je hem vaak net iets beter. En die blend ik dan ook eventjes in met een blendingkwastje. Zodat je de lijntjes niet meer ziet. Dan ga ik in de buitenste ooghoek, zoals ik net al vertelde, een wat donkere kleur aanbrengen. Dat is de kleur deze. Dus de ene laatste kleur die ik ga aanbrengen. Misschien vraag je je ook af van waarom doe je eigenlijk je gezicht niet als laatste, zeg maar, qua poeders en zo. Maar dat doe ik eigenlijk nooit. Ik doe altijd die producten als eerst. Ook hiervan doe ik ongeveer twee laagjes, want ik ga hem ook uitblenden. En dan ga ik op het bewegend ooglid waar ik een lichtere kleur aanbrengen. Dat is deze. Ik vind de overloop vaak net wat mooier met dan een wat lichtere kleur. Dus die komt echt een beetje, zeg maar, tot waar ik die donkere kleur heb aangebracht. Ook hiervan doe ik twee laagjes. Zo heb je toch een nude ooglook, maar toch wel iets opvallender, zeg maar. En dan zit de oogschaduw er ook alweer op. Dan ga ik eyeliner aanbrengen. En ik gebruik de iMatic Dip Liner. Deze heeft een naam 010 Stay With Me. Dat is deze eyeliner. Deze is ook waterproof. Ik maak hier nooit heel veel onderscheid in hoor. Ik pak een eyeliner die ik fijn vind. En deze is wel heel erg fijn. Ik zet een vrij dun laagje. Dun streepje moet ik zeggen. Dun laagje klinkt zo daar. En vind ik altijd wel prettig. En die laat ik hem wel even drogen voordat ik verder ga. Omdat hij anders heel erg kan gaan vlekken. Dan ga ik oogpotlood aanbrengen. Want ik vind het altijd heel fijn om oogpotlood aan te brengen. Zodat het allemaal net wat mooi aangezet is. Ik hou er heel erg van. Ik gebruik de Velvet Smoky Eye Pencil. Het Velvet Smoky Eye Pencil. Deze heeft de naam 010 Please Meow Black. En dat is dit potlood. Hier zit ook een soort van kwastje aan de achterkant. Die ga ik niet gebruiken. Je kunt hem volgens mij ook als eyeliner gebruiken. Maar ik ga hem puur als oogpotlood gebruiken. Het is altijd wel grappig, want ik zie eigenlijk bij heel veel ooglookvideo's die ik wel eens kijk op YouTube, bijna nooit iemand oogpotlood gebruikt. Ik ben wel eens benieuwd voor degene die mijn video's kijken, die misschien make-up gebruiken. Gebruiken jullie oogpotlood? Of vinden jullie dat ook helemaal niks? Ik vind het altijd wel heel erg mooi. En deze is ook lekker zwart, dus daar hou ik van. Dus dat vind ik altijd gewoon een mooie overloop hebben. Dan ga ik mijn wimpers krullen. Ik gebruik wel een lippenkruller van Catrice. Deze is heel fijn.
Je hebt een soort van haartjes. Ik krul je wimpers echt heel erg goed. En dan ga ik mascara aanbrengen. Ik gebruik de Rock Couture Extreme Volume Mascara 24 Hour. De roze variant. Dit is geen waterproof variant. Hij is wel zwart, maar niet waterproof. Dus waterplek is geen woord. Je trekt altijd zo'n gek gezicht, vind ik, met mascara aanbrengen. Ik doe het ook op mijn onderste wimpers. En dan vind ik vaak gewoon een paar laagjes wel genoeg. Maar het is niet dat ik heel veel laagjes ga gebruiken. Omdat vaak als mascara hard wordt, vind ik het dan niet zo heel prettig om het meer helemaal aan te gaan brengen. Dan ga ik lippenstift aanbrengen. Ik ga een Ultimate Color lippenstift aanbrengen. Dit is een rode kleur. Deze heeft de naam 44 Hux & Hibis Kisses. Dat is deze zwarte huls. En het is echt een hele mooie lippenstift, vind ik zelf. Ik hou heel erg van rood. En vooral als ik een nude look maak, vind ik rood gewoon heel erg mooi om te gebruiken. Deze ruikt ook heel erg lekker. Dit is een hele dikke laag, gewoon een beetje. En dan is het tijd voor de allerlaatste stap. En dat is een fixing spray. Ik gebruik de Prime & Fine Multi-Talent Fixing Spray. Dat is de paarse variant. Dat is deze. En die ga ik gewoon even een beetje opsprayen. Ik vind vaak één spraytje wel genoeg. Sommigen die gaan heel erg veel sprayen. Maar ik vind vaak één spraytje eigenlijk wel voldoende. Dan was dit alweer de make-up look van Catrice die ik dus heb gemaakt. Ik ben wel blij met de look. Ik vind hem ook eigenlijk best wel goed gelukt. Ik vind hem mooi geworden. Ik ben benieuwd wat jullie van deze look vinden. Ben je zelf misschien bekend met producten die ik heb gebruikt uit deze video? En vind je zelf deze producten ook prettig of ben je er totaal niet blij mee? Zou ik leuk vinden als je het laat weten in de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je natuurlijk gratis abonneren. Als je ook op het belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij verschijnt. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!